Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag weer een nieuwe video. En vandaag gaan we heel veel nieuwe dingen doen. Nou, vandaag kan ik wel gewoon heel leuk de update gaan opnemen. Want er is heel iets cools gekomen. Je kan nu, namelijk, hoef je niet meer op de bus te wachten, maar kan je daar gewoon op klikken. Dat is hoe fijn is dat? En dat heb je nu ook in Nieuw-Hulkrust, Jarlaheim en nog een paar andere dorpen. Maar goed, dat dus. Daar ben ik echt heel blij mee. En er is nog iets. Ik ben daar echt zo blij mee, jongens. Er is een nieuwe missie uitgekomen. En die ga ik zo ook even doen. Daarom sta ik hier in het winkelcentrum. En er is nog, als je in je homestable gaat, daar is dan zo'n make-up spiegeltje. En als je daarop klikt, kan je ook gewoon je haarstijlen veranderen. Dus bijvoorbeeld, als je een haarstijl koopt, dan staat die gewoon in je homestable. En dan kan je gewoon je haarstijlen veranderen. Hoe leuk! Dus bijvoorbeeld als ik het zat ben met dit haar, dan kan ik een ander haar uitkiezen. Maar ik moet het natuurlijk wel kopen. Goed. Ja, laten we dan maar gaan kijken. Trouwens, iemand zegt mooi paard. Dankjewel. Brave Kite of zo. Goed. In ieder geval, ik kom zo bij jullie terug als ik, ja, in het winkelcentrum ben. Nou, tot zo. Oké, sorry, dit had ik niet opgenomen. Maar ik dacht dat. Ik wist niet dat dit er zou gebeuren. Maar wacht even hoor. Ik wil even kijken of die wel opneemt. Voor de zekerheid. Yep, hij neemt op. Kijk. Dit is dus Tyla. En dat is zo'n soort actrice of zo. Nou ja, daar zijn we nu. En we gaan nu even de missie doen. Oké, bla 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 bla. Nou, oh wow, oké, goed. Hebben we nog missies of zo om te doen? Of was dit het? Oh, ik ga nu bij vrienden, maar... Hebben we missies? De dief. Oké, we hebben wel een missie. Goed, ik ga heel even kijken waar die missie is. Want ik zag wel dat die in het winkelcentrum is, maar is die toevallig hier? Na lang zoeken heb ik de meneer uiteindelijk toch kunnen vinden. De volgende vier voorwerpen zijn gestolen, opgegeven. Een zwarte stok die schijnbaar erg belangrijk is. Een camera, zo'n professionele die journalisten en fotografen gebruiken. Een paard. Paarden worden niet eens toegelaten in het winkelcentrum. Ik zou ook niet weten hoe iemand een paard naar buiten kon smokkelen. Terwijl ik hier de hele tijd op de wacht stond. Een handtas. Roze van het merk. De gestolen voorwerpen bevinden zich niet in de Fashion Week al, maar zijn vast nog ergens in het winkelcentrum. Zoek in de winkels en eventueel ook achter de schermen. Goed. Dan gaan we even zoeken.
Ik zag er iets. Oh! Ik heb er iets! Ik heb iets! Ja! Een handtas. Duur merk hoor. Niemand vergeet per ongeluk een handtas in een plant. Dit moet de gestolen handtas zijn. Een paard. Kijk maar. Oké. Goed. Dus, ben zo terug. Goed, daar ben ik weer. Het is een beetje een hoop gepriegel geworden. Allemaal. Want ik heb een beetje een klein probleempje thuis. Maar ja. Goed, dat ga ik nu niet allemaal vertellen. Ik wou even zeggen, door dit probleem, door dit probleem moet ik nu al stoppen met opnemen. En dan kan ik later weer pas terugkomen. Want zeg maar, ik had wel eens gehad dat ik iets ging opnemen en toen heb ik het op pauze gelaten en toen kwam ik terug. En toen was er iets misgegaan. Toen bleef hij zeg maar op pauze. Toen wou hij niet meer op play. Of zeg maar, je kon mijn stem nog horen en zo. Maar het bleef zeg maar op een stand van, ja, dat hij helemaal stil staat. Alsof het een soort foto is en dan hoor je mijn stem. Dus ja, ik ga nu stoppen, want ik, ja, ik moet nog wat doen. Goed, ik ga dan, zeg maar, als ik terugkom, ga ik een video, ga ik nog een video maken en dat ga ik dan aan elkaar plakken. Goed, dan tot dan. Doei! Hallo allemaal en daar ben ik weer. Goed. Was allemaal, ja, ik ben weer terug en ja, we hebben dus nu het paardje, de stok en wat hebben we nog meer gevonden? En de tas hebben we gevonden. Nu moeten we nog de camera vinden. En daar gaan we even naartoe zoeken. Goed. De camera is als gestolen opgeheven. Dit moet hem wel zijn. Maar wie hangt er nou een camera in een plant? Er staat iets opgeschreven voor... Voor de van A. Voor de van A. Dat zijn alle gestolen voorwerpen. Ik moet terug naar de commissaris. Lekkoris of zoiets. Nou, ik heb alles gevonden dus. Dan ga ik nu naar de commissaris. Je hebt alles gevonden. Goed werk. Kijk op de modepolitie. Kun je rekenen? Ik heb alle voorwerpen in deze doos met gevonden voorwerpen opgeborgen. Dus ik denk wel dat je kunt zeggen dat we allebei een gelijk aandeel hadden in het oplossen van deze zaak. Bla 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 bla. Oké, geef de spullen aan de juiste eigenaars terug. Je vindt hints in de doos met de gevonden voorwerpen.
Oh, oké. Deze donkere stok heeft iets huiverigwekkends. Hij zou van een lang persoon kunnen zijn. In het zwart gekleed. Passend bij de stok. Oké, jongens, ik kom zo bij jullie terug. Zo, ben er weer. Even kijken of hij nog opneemt. Hij neemt op. Oké, goed. Dus, hij zou van een lang persoon kunnen zijn in het zwart gekleed passend bij de stok. Oké. Op deze camera staat voor D van A geschreven. Is hier iemand wiens naam met een D begint? Misschien iemand de fotograferen die van fotograferen houdt? Dit puntje paard komt me ergens bekend voor, van voor. Het ruikt naar circuspanda en suikerspin. Dit is een dure handtas, dus de eigenaar is vast rijk. Ze lijkt in de mode geïnteresseerd te zijn. Dus misschien draagt ze de roze kleuren waar de tas bij past. Oké. Goed. Goed. Heb ik de spullen dan? Oké, geen idee waar ik ze heb, maar ik heb ze wel, denk ik. En dus dan moet ik volgens mij, de tasje is denk ik van de Loretta. En dat paardje is van dat circus. Ik denk die stok van Hermit. In Zuiderhoef. En die fotocamera. Geen idee bij wie die hoort. Maar laten we even kijken. Dus daar ben ik weer. Even kijken of die opneemt. Oh my god. Goed. Jongens, het spijt me zo erg. Maar ik ben echt zo dom geweest. Want ik zat dus naar die spullen te zoeken. Maar het blijkt dus. Ik heb zeg maar van aan een meisje gevraagd. Van, hey, weet jij toevallig waar ik die voorwerpen moet naartoe geven? Nou, het blijkt dus dat ik, dat ik gewoon bij het winkelcentrum. Naast de mode waar ze zeg maar lopen. Daar kan je gewoon met allemaal allerlei mensen praten. Oh. Het is zo gek allemaal. Ik moet nu een heel stuk uitknippen, dat weet ik nu al. Goed, dan ga ik nu weer terug. We'll be right back.
praat met de persoon in de hal die je van de diefstallen verdenkt. Juffrouw Fick, de modepolitie, moet een hartig woordje. Oké, dit ga ik niet. Ja, dan zijn we nu eindelijk klaar. Goed, ik ga ook nog even naar de nieuwe haarstels kijken. Ik heb gehoord dat er nieuwe haarstels waren. En nu kan ik dat wel gewoon lekker kopen. Want ik kan het toch allemaal veranderen. Wacht even, opgroeien. Zo. Ik heb haar geshopt. Oké, en make-up. Even kijken. Ik heb deze gekocht. Ik denk dat ik deze aan doe. Jee. Leuk. Oké.
Goed, ik ga wel iets naar voren. Zo. Ik ga dan ook even zo staan. Nou, er komt nog een deel dat ik ook nog het velletje ga. Dat ik het velletje ga verzorgen. Alleen dat ga ik ook nog vandaag opnemen. Het wordt dus een hele lange video. Maar ik ga ervoor zorgen dat die zo kort mogelijk wordt. En dan zie ik jullie zo weer. Nou, tot zo. Hallo allemaal, daar ben ik weer. Goed, laten we de klusjes van de velletjes doen. Wacht even, ja. Kijken of ik, verwijder de mest uit de paddock. Dat gaan we als eerste doen. Hallo Veronica, je lijkt klaar te zijn met al je dagelijkse taken. Zullen we eens kijken hoe het gaat met de veulen gaat? Ja, het veulen wordt sterker. Je kunt nu mee spelen in de paddock. Je hebt nu gedurende zoveel dagen voor dit paard gezorgd. 5. Waarschijnlijk moet je nog zoveel dagen voor dit paard zorgen. Blijf zorgen. 2. Je bent helemaal klaar voor vandaag. Neem je rust en kom morgen terug. Het veulen heeft je hulp nog steeds nodig. Oké. Maar alsnog, ik kan nog meer dingen doen met het velen, zag ik. Dus ik wil nog meer doen met het velen. Ik ga meer doen met het velen, hoor. Oké, velen. We gaan even... Al stoppen. We'll be right back.
Genoeg gespeeld met het velen. Of zal ik me nog even lekker met de mode naar de mode toe gaan? Daar kan ik bijvoorbeeld iets lekker dansen en zo. Nog gewoon als leuke afsluiting ga ik daarheen. Dan ga ik me ook leuk omkleden en zo. Heb ik al trouwens gezegd dat Snowy's is uitgetraind en dat ik daarom op wintergym zit? Geen idee of ik dat gezegd heb. Goed, daar kom ik. Geachte Jorviganen. Jorviganen. Oké. Niemand minder dan Veronica. Veronica, laat ons gedurfde inspiratie van het thema van vandaag zien. Alles draait hier om zelfexpressie. Wees wie je bent. Nu over naar ons dagelijke gastjurylid op de presentatie van het thema van vandaag. Holy Cowgirl. De categorie van vandaag is niet mijn eerste rodeo. Stof je laarzen af. Kleed je in je beste western outfit en score hoge cijfers. Moet ik in mijn western outfit komen? Of zal ik gewoon komen zo? Oké. Ik ben trots op hier in York zulke energieke mode uitingen zien. Een waardige poging, maar er is meer voor nodig om loon te verbluffen. Rustig aan, Cowgirl. Dit is een catwalk, geen megantische stier.
Je doet het geweldig, ga zo door. Was dat schitterend optreden, inwoners van Jorvik? Ik wil graag een groot applaus voor Veronica. Dankjewel! Dit is absoluut een interessante inspiratie. Ben jij niet een modenster, setter? Ik geef je een perfecte team. Nou, denk je wel. Volgens mij alleen omdat ik een cowboyhoed aan heb. De loon staat versteld van dit staaltje mode en zou graag weten waar hij dit kan krijgen. Ik wil hier graag een 10 voor geven. Ik hoop dat het niet exclusief is ofzo. Nou, ik denk dat het mooi is geweest voor vandaag. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En tot de volgende keer maar weer. Ik ga even dansen. Oké, dans ik nou als een cowboy. Zo. Nou goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer maar weer. Doei! Hoi allemaal. Sorry dat het beeld een beetje zwart is allemaal, helemaal zwart. Maar om te beginnen, ik wil jullie nog een paar dingen zeggen. Waarom? In hemelsnaam, is deze video zo lang? Nee, even serieus, Veronica. Waarom? Nou, daar heb ik een paar goede redenen voor. Ten eerste, ik ben aankomende week en dus op woensdag ben ik er ook nog niet. Omdat ik met school naar Vlieland ga. Voor een soort van, werkweekachtig iets. Maar het wordt ook eigenlijk een soort van extra schoolreisje. Het is echt leuk. Iedereen zegt dat het leuk is. Dus, ik ga er aankomende week heen. Dus dan ben ik er even niet, helaas. Daarom is deze video zo lang. Dat is de reden eigenlijk. Het is gewoon zo lang omdat ik weg ga. Ja. En waarom heeft het zo lang geduurd om deze video te maken? Nou,
omdat het een lange video is en ik wil super veel knippen. En dat is ook een van de redenen waarom die op zaterdag komt. Goed, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en abonneer op mijn kanaal. Doei!